Ja, goedenavond jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. En een hele bijzondere stream vanavond, want we gaan het over nerdshit hebben. En natuurlijk zit dan naast mij... Een andere nerd, Steven Saunders. En een stream die we nog nooit eerder hebben gedaan over een CES 2021 presentatie. Nou, dat is wel knap als we dat al eerder hadden gedaan, maar ja. Een CES presentatie. Hoop zeker ook niet dat het de laatste is. Dus laten we hier een mooie traditie mee aftrappen, want... We gaan vanavond kijken met z'n allen naar de Asus ROG presentatie op de CES. En de CES is momenteel gaande. In een iets andere vorm als dat we zouden willen en hopen. Want ja, we weten allemaal in wat voor tijdperk we leven. Ja, het is de sequel van 2020. Hij is nog niet voorbij de film. Het is de sequel van 2020. En jij zei al, we concurreren nu keihard met een andere persconferentie straks. Ja, ja, ja. Maar dat is voor niemand meer spannend, toch? Wat er daar gaat gebeuren. Ik was oprecht al gestopt met kijken naar die andere persconferentie. Want ik doe wel gewoon de bullet notes aan het eind. Ik hoef ze niet meer een uur met z'n tweeën te zien staan, die poppenkast. Ik snap het helemaal, man. Hey, Asus ROG, die gaat dus allerlei producten laten zien. Voordat we een beetje gaan speculeren hoe of wat. Ja. Er is wel het afgelopen jaar wat gebeurd natuurlijk. We hebben een nieuwe range RTX kaarten gezien. De 3000-serie van Nvidia. Dit zal toch wel een moment... Heb je hem gezien? Ik heb er eentje. Ik heb er eentje weten te bemachtigen. Ja. Maar niet degene die ik eigenlijk wilde. Degene die ik eigenlijk wilde, die heb ik nog steeds in bestelling staan. Die had ik op 21 september besteld. En die staat nog steeds heel netjes in bestelling. Dat is toch bijna niet te geloven. Ja, ik begreep dat Nvidia vandaag ook een presentatie had. En daar ging de chat alleen maar los met out of stock, out of stock, out of stock. En ik begin me ook enigszins af te vragen of ik mijn RTX 3080 die ik heb besteld, of ik die ga krijgen voordat er alweer nieuwe op de markt zijn. Als de super ook uitkomt. Maar ja, weet je, in alle eerlijkheid, het is niet alleen Nvidia. Nee. De nieuwe AMD-kaarten, idem, die zijn gewoon ook niet te krijgen. En als je ze vindt, is het echt voor absurde prijzen. De processoren van AMD, die nieuwe Ryzen, is natuurlijk enorm populair. Ja, die gaan ook over de suggested retail price heen. Ja, en dat is natuurlijk een combinatie van de Rona, waar we het eigenlijk al iets eerder over hadden, en scalpers. Dat is een groter probleem dan ooit, heb ik het idee. Ja, want eigenlijk in die context, PlayStation was natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja. Het is misselijk. En daar hadden we het volgens mij heel kort al eventjes over. Maar in een ander item, ik weet even niet meer welk item dat was, maar daar zou echt iets structureels op gevonden moeten worden. Ja, ja, ze zijn nu ook hard daarmee bezig. Ik zie al links en rechts al wat initiatieven daarvoor komen, maar de echte oplossing is nog niet gevonden. Hey, de RTX 3000 serie. Er worden laptops aangekondigd. Dat is één ding wat we zeker weten. Gaan we daar? Maar kijk, er is een groot supply probleem. Met de RTX 3000 series. Gaan we nu RTX 3000 serie laptops te zien krijgen? Het is natuurlijk wel een andere productielijn. Het is de techniek, maar het zijn andere chips. Want het is natuurlijk niet gewoon een videokaart die in de laptop zit. Nee. Ik kreeg al die vraag van JJ. Dat vond ik wel mooi voor deze stream nog. Hoe kan het nou, man? Die videokaarten zijn zo groot. Hoe krijgen ze die in zo'n laptop? Het zit iets anders. Nee, ik hoop dat ze die beter... En alle eerlijkheid, ik denk dat de markt voor de laptops met die high-end videochips is minder groot dan de markt voor de high-end videokaart. En natuurlijk, het is ook wat specifieker. Kijk, iedereen kan even voor een videokaart gaan, voor een upgrade. Ja. Maar wil je hem voor je laptop hebben, ja, dan moet je gelijk all-in een systeem aanschaffen. Dus ik denk dat de aantallen niet te vergelijken zijn met wat ze moeten leveren voor de videokaartenvraag. Denk je dat alles gelijk beschikbaar zal zijn? Gewoon goed beschikbaar zal zijn? Oh. Ja, ik hoop het wel. Ja, op zich, ik denk het wel. Ik heb echt het idee dat die laptopmarkt is toch net even genoeg... apart van de desktopmarkt. Qua, weet je, de architectuur en de techniek is hetzelfde, maar het zijn wel iedere keer andere chips. Over gaming laptops gesproken. Mijn grote probleem altijd met gaming laptops was: ze zijn veel te groot. Ze maken veel te veel lawaai.
En ze zien er niet uit. En ik begin nu toch, gelukkig, eindelijk. En we hebben dat dit jaar ook al gezien met de laptops die we binnen hebben gekregen. Ik zit al hier naar te kijken. Ik wou zeggen, de laptop die ik hier heb staan. Ook een Ryzen, de CPU zit hierin. Dat is gewoon echt mooi. Maar het lijkt alsof die tak een stukje volwassener is geworden. Is dat hoe je het mag omschrijven? Ja, absoluut wel. Ik bedoel, kijk naar de hele PC-markt. We hadden het er ook over met gewoon... Soms even niet goed terugdenkt aan de tijd hoe het was, dan zie je de vooruitgang niet. Mm-hmm. Maar als je kijkt wat wij nu hebben staan aan desktops, en je kijkt hoe de desktop er 10 jaar geleden uitzag. Oh. Weet je, daar is echt zoveel gebeurd. Dat is zo snel gegaan. De hele, niet alleen de techniek, maar ook de stijl van... Ja, verhuizingen. En... Absoluut. Want voorheen wilde ik nooit mijn vingers branden aan een gaming case. Maar tegenwoordig is het zo wijdverspreid, is het aanbod zo ontzettend groot. Ja, en er zitten natuurlijk nog wat gaming cases bij die net iets te zijn. Maar de mooiste cases, dat zijn gewoon... Maar het is niet meer alleen dat. Weet je, er zijn cases die te zijn, inderdaad, wat je zegt. Maar vroeger was dat het en meer niet. Nee, je hebt echt zulke mooie stylish cases nu. Echt gewoon, gewoon dat het gewoon mooi is om in je interieur te hebben staan. Had je die van ons al gezien? De BBC? Nee. Stond aan de andere kant? Nee? Oh, die hebben we gebouwd. We hadden van de Asus RG allerlei componenten gekregen. Die hebben we gebouwd tijdens de eindejaarstream. En hij staat daar. Hij heet de BBC The Big Black Case. We moeten nog een goede naam ervoor verzetten. Maar volgens mij is dat hem toch? Ja, nee, maar dat is de nickname. Maar hij gaat nog een echte goede volwaardige naam krijgen. Kan jij je nog herinneren? Trouwens, over PC Master Race gesproken, dat moet ik ook heel even vermelden. Er is nu de CES gaande natuurlijk. We hebben PC Master Race. Die gaan we deze week opnemen. Ja. Daar hebben we heel even mee gewacht, want we willen natuurlijk het gros van de presentaties achter de rug hebben. Zodat we even al die informatie kunnen gaan verzamelen en dan uiteraard nog kunnen gaan bespreken. Dat zie je later deze week op GameX.tv. Die nemen we donderdag op. Ja. Uiteraard weer met jou erbij. Fasco voor president uiteraard erbij. En dan gaan we daarover speculeren. Nu is het dus alleen Asus ROG. Kan je nog een nieuwtje herinneren wat we ooit hebben besproken in PC Master Race? Dat ging ook over Asus ROG en over liquid metal cooling. Ja, zeker. Ja. Ja, klopt. Dat is niet heel lang geleden? Nee. Dus je verwacht dat in alle nieuwe laptops sowieso is gebruikt? Dat is mijn vraag aan jou. Ja, ik ben je voor. Dat nieuwtje is denk ik een paar maanden geleden. Ik denk ongeveer een half jaar geleden hebben we dat besproken. Ja. Toen kwam dat naar buiten dat ze eindelijk een productieproces hadden gevonden waarbij ze dat op grote schaal konden toepassen. Want het is niet iets nieuws, maar het is wel iets nieuws voor gewoon off-the-shelf producten natuurlijk. Ja. Is dit te snel om het nu al te mogen verwachten? Nee, ik denk het niet. Dit lijkt me het moment. En voor de mensen die niet weten, wat hebben we aan liquid metal cooling? Het is nog koeler. Het is nog koeler, absoluut. Het houdt de temperaturen lager, waardoor de performance natuurlijk omhoog kan. Het zorgt er ook voor dat je batterijduur natuurlijk wat langer meegaat. Het is niet een van de eerste producten die we nu hebben gezien, want de PlayStation 5 heeft het bijvoorbeeld ook. Die maakt daar ook op dit moment gebruik van. En een van de speerpunten van de PlayStation 5... was bijvoorbeeld dat probleem. Want de PlayStation 4 Pro maakt gigantisch veel lawaai. Ging op een gegeven moment... Die fan ging ook tekeer. Dat is een van de speerpunten wat de PlayStation 5 was. Hoe krijgen we het zo efficiënt mogelijk, die koeling... zonder dat je daar last van gaat krijgen? Ja, en het is een nogal gevoelig iets als je het zelf mee gaat kloten. Want liquid metal, het geleid... Ja. Waar de normale koelpasta dat niet doet... Dus het is ook een geleider. Dus als jij het net eventjes een druppeltje ergens laat vallen... of je ziet iets niet, maar het verbindt bepaalde punten op je moederbord of wat dan ook... dan is je systeem gewoon fried. Ik wou dan zeggen, we weten allemaal hoe fijn de techniek is geworden... hoeveel features er inmiddels op een moederbord zijn toegevoegd. Dat zit allemaal zo dicht op elkaar. En inderdaad, dat was eerst voor echt diehard overklokkers. Ja. Om dat zelf al matig te doen, moest je heel voorzichtig zijn. En nu heeft Asus dat dus in het productieproces weten te verwerken. Ja, en al die nieuwe chips, die zijn natuurlijk wel wat heter. En onze tolerantie voor temperatuur is ook minder geworden. Ja. Ik bedoel, als ik mijn videokaart op, weet ik voor ergens in de 80 graden zie, heb ik zoiets van, terwijl dat is prima...
Ja, maar nee, zeker. Je wil het allemaal lekker cool en stil hebben. En dat is een beetje de norm geworden voor je processor en voor je videokaart. Ja, maar dat niet alleen, ook gewoon qua beleving. Want kijk, wat ik zei vroeger met die gigantische dikke gaming laptops die enorm aan het blazen waren, al bij het minste en het geringste. Ja. Ja, ik ben nu op een punt aangekomen. Ja, daar stap ik niet meer overheen. Weet je wel, dat moet gewoon goed zitten. Kijk, als je gaat gamen op een laptop, dan ga je hem horen. En dat, ja. daar ben ik helemaal oké mee. Dat, maar goed, als je, weet je, zo'n laptop hebt en je hebt de optie tot serieuze game performance. Als je hem normaal gebruikt, dan is hij stil. En is de batterijduur ook degelijk. Ja. Als op het moment dat echt bereikt is, dan, ja, weet je, dan is het echt wel een optie. Ook gewoon als je standaard laptop. Mm-hmm. Ja, nee, het ding is ook, ja, niet iedereen is daarvan op de hoogte. Maar wat we zien echt bij de echte high-end gaming laptops, sowieso gaming laptops, die hebben desktop class CPU's. Weet je, daar ontkom je niet aan. De meeste gewoon je huis, tuinen, keuken, notebooks, die hebben gewoon mobile processoren. Nou, die zijn een stuk energiezuiniger, maar de performance is dan ook bijzonder laag. Nou, één, er moet dus al een desktop class CPU in. Dan moet er nog een hele beefy GPU in. In een hele kleine behuizing. Dus elk klein stukje efficiëntie en koeling dat je mee kan pakken, is gewoon extra performance. Ja, absoluut. En het is natuurlijk wel zo, zeker als je ook naar die AMD-processoren kijkt, die hier dan bijvoorbeeld ook in zit. Als alles goed werkt, dan gaan bepaalde cores ook gewoon even slapen als je ze niet gebruikt. Dus ook die wat meer high-end processoren die kunnen goed naar beneden schalen als het nodig is. Mm-hmm. Maar ja, weet je, ik zag net ook al heel eventjes in de chat langskomen van ja, waarom zou je gamen op een laptop? En kijk, het mooie van PC gaming vind ik inderdaad, weet je, een fijne desktop setup. Maar die kan je ook met dit soort systemen gewoon aansturen met zo'n gaming laptop. En vooral ook als we het hebben over e-sports. Daar zien we bijvoorbeeld echt heel erg veel mensen op laptops gamen. Want waarom? Ja, dat zal misschien het afgelopen jaar natuurlijk wat minder zijn. Maar die reizen de hele wereld over. Die moeten overal en altijd, als ze heel even een uurtje, half uurtje hebben, ja, neerzetten, openklappen en dan hele dikke performance hebben. Eén, een heel hoog refresh rate qua scherm. Ja. En natuurlijk wel gewoon ook de power om die frames te kunnen pushen. Ja, nou, gelukkig scheelt het dan alweer. Weet je, dat is ook zo. Kijk, als wij thuis spelen, dan zit je al op je desktop monitor met een wat hogere resolutie. En als jij een 15-inch laptop hebt, dan ja, weet je, dan kan je ook wel voor een 4K-scherm kiezen. Maar je kan ook voor een 1080p-scherm kiezen. Ja. Is het allemaal weer makkelijker aan te sturen. Dus daar heb je nog wat meer flexibiliteit. Maar goed, ook als je geen e-sport speler bent en je gaat gewoon vaak, weet ik wel, naar vrienden toe voor een LAN-party of wat dan ook. Wat alleen. Ja, nou, al je shit mobiel hebben, weet je, ik blijf dat ook nog steeds cool vinden. En je moet ook gewoon denken aan de portemonnee. Kijk, heel veel mensen die zeggen, ja, waarom zou je op een laptop gamen? Die zitten misschien in een andere fase in hun leven, die al gewoon een baan hebben, gewoon thuis op zichzelf wonen. Maar er zijn ook gewoon studenten, die hebben gewoon een heel klein budget en die moeten sowieso voor school een laptop kopen, ja, precies, maar willen ook kunnen gamen. En die kunnen niet en een desktop halen en een laptop. Nee, maar ik wou net zeggen, want het is niet alsof een goede gaming laptop goedkoper is dan een PC. Weet je, een gaming desktop PC is meestal nog wel iets goedkoper. Maar ja, als je zeker inderdaad als basis sowieso een goede laptop moet hebben voor werk of studie of wat dan ook. En je wil dan inderdaad niet daarnaast nog een desktop bouwen, dan is het een mooie optie om het te combineren in één systeem. Zeker. Hey, ik wilde je nog heel even iets snel laten zien. Gewoon omdat de nerd in mij. Want de presentatie gaat natuurlijk bijna beginnen. Maar omdat de nerd in mij. Maar ja. Ik kwam deze tegen. Asus, ja. ROG, de losse componenten. Die hebben vandaag tijdens de CES nieuwe moederborden. De Z590 moederborden aangekondigd. Ik was even weggeblazen over hoe stylish dit is. Natuurlijk een tough line-up, maar ook de Strix line-up ziet er echt goed uit. Ja. En kijk deze heel even met een geïntegreerd waterblok op een moederbord. Maar ik deze hoorde staat mooi in mijn behuizing. Ja, verschrikkelijk mooi toch? Maar ik hoorde ja, dat de stream gaat beginnen. Dus wij gaan overschakelen. En dan wens ik iedereen heel veel plezier. Special CES 2021 broadcast.
My name is Solid Jake, and I'm going to be your host for this event, where we will get an exclusive first look at everything new from ROG. Now, typically at an event like CES, we get first hands-on, you know, from the show floor, where everyone walks around, they get to feel and try out everything that's new. This year, we can't exactly do that, so instead, we've got a digital experience in the form of a Steam game called the ROG Citadel. ROG Citadel is free on Steam, and I'm going to be playing it here shortly to show off everything that we're creating for 2021. Now, I haven't played it yet. I don't know what to expect, but I do know there is a lot of good stuff going on. So make sure you stay tuned for the whole stream, because we're giving away some $20 Games Planet vouchers, and you can learn how you can win by watching the entire stream. But without any further delay, let's jump on into ROG Citadel to see exactly what's been cooking. All right, everyone, here we are in the ROG Citadel, a new virtual experience where we're going to get a first hands-on with all the new products coming out. And it seems to have dropped me into this room where we can look around. There's some cool stuff, like some kind of a bazooka on the desk. We got a variety of displays and maybe some kind of a trophy, an arcade cabinet that I cannot interact with, but a jukebox that I can interact with. Okay, it's gonna play some sweet jams. Over here, there's an ROG skateboard. That's pretty cool. A comic book. All right, so I think this is kind of what the experience is gonna be like, where we get to go in and interact with a product. Click on it. Okay, so this expands. We actually could read the comic if we so choose. I'll let you guys do that on your own, as you can download this on Steam to try it out for yourself. But yeah, we are here for the expo to take a look at all the new stuff coming out. So let's just head on down or up the elevator down, where we can see what's going on. And remember, guys, you can actually win a $20 Games Planet voucher by watching this stream. We'll tell you how you can win at the end. So be sure to stay tuned in for the entire broadcast. We saw there was some kind of a cool hangar with maybe the jet that the various ROG characters use to get around the world. And this is, of course, like the home base where everything happens, all the magic happens, where we're having our expo event. We're coming down to the main area. Yeah, this is definitely the main area. Pretty cool. I love the, surprising how nice the reflections are and everything. The graphics look really neat. But cool, let's see what this demonstration video is going to be and what we're announcing here for CES 2021. Hey. I believe you are Axe, right? I'm Chris. They told me to show you our latest gear. Come on in. Going down. Back in 2016, we announced the iconic ROG Claymore, a gaming keyboard with a unique detachable numpad. And today, we're redefining that icon with ROG Claymore 2. Let's take a closer look at the detachable numpad. When it's time to play FPS games, you can switch it to the left or right of the keyboard to give your mouse in hand more room to maneuver. Or if you prefer a smaller 80% TKO keyboard, you can remove the numpad completely. The numpad has four fully customizable keys to perfect your setup. And you can even map hotkeys and macros onto the number keys. And this gives you numerous macros for MMORPGs at your fingertips. Claymore 2 also includes the new ROG RX Blue optical mechanical switches. These switches features a 1.5mm actuation point to give you lightning fast inputs that are much faster than traditional mechanical blue switches. The 65 gram actuation force provides a very satisfying, clicky, and snappy response that blue switches lover will enjoy. The ROG RX blue switches provide 65% less key wobble and 50% more consistent keystrokes when compared to traditional mechanical blue switches. It can also be specified with ROG RX red. Claymore 2 can be used in wired mode with the bundle USB Type-C to Type-C cable. Alternatively, you can use the 2.4 GHz wireless dongle to connect to your PC.
To maximize your game time, ROG R&D engineers combined an energy-efficient design with a 4,000 mAh battery for up to 40 hours of gameplay on a single charge. In addition, just 30 minutes of fast charging lets you play for up to 18 hours. With its detachable numpad, two-mode connectivities, ROG optical mechanical switches, and fast charge functions, ROG Claymore 2 gives you unmatched levels of versatility and exciting new ways to play. And no need to hurry. You'll have time to hands on later. I got one more secret weapon to show you. ROG Gladius 3 Wireless is the latest addition to our Gladius gaming mouse range. It features tri-mode connectivity, including 2.4 GHz RF for almost zero latency for unmatched responsiveness. At just 89 grams, it's 30% lighter than the previous generation. It's also got an upgraded 19,000 DPI sensor. Special ROG side markings feature embedded RGBs for a spectacular look. ROG Gladius 3 Wireless features the new push-fit switch socket too. Unlike previous design that only support mechanical micro switches, push-fit switch socket 2 supports both 3-pin mechanical and 5-pin ARM-ROM optical micro switches to suit your preferences. It also reduces micro switch shaking to provide a solid feel. To recap, ROG Gladius 3 Wireless features tri-mode connectivity, push-fit switch socket 2, and it paired with 19,000 DPI optical sensor. There's also a wired version for gamers' preference. Well, that's all from me, but there's still someone else you should meet. Thanks, Chris. Hi, I'm May. Next up is our latest gaming monitor. 2021 is definitely going to be an exciting year for gamers. The gaming community is in for a treat with new generation consoles, graphics cards, blazing 360Hz refresh rate, and exciting new titles coming up. ROG has provided a complete range of monitors for gamers with different needs. And today, we're unveiling one more addition to our already impressive range. But before we get to that, here's a quick market update. The gaming market is thriving and becoming more mature, with plenty of monitors to choose from. Looking at market trends, there are greater needs for monitors that are larger than 32 inches, and we believe that will continue in the coming years. And with the introduction of new graphics cards, PC gamers can now have 4K 144Hz gaming experience smoothly. Console gamers haven't been forgotten either. For them, we're providing variable refresh rate technology, low latency, 4K at 120Hz refresh rate, and HDMI 2.1 to make the most of the latest console's mind-blowing performance. All these features you can find on our new ROG Swift PG32UQ. Without a doubt, ROG Swift PG32UQ is going to be a huge hit. Let's take a look at its amazing features. The 32-inch 4K 144Hz monitor features an IPS panel and 1 millisecond moving picture response time. It is NVIDIA G-Sync compatible and features exclusive variable overdrive to reduce ghosting. In addition, it has Eon V-Sync technology to eliminate motion blur and meets Display HDR 600 criteria to provide exceptional gaming visuals. Taking a look at the rear of the monitor, we have one DisplayPort 1.4 with display string compression and two HDMI 2.1. Whether you're a PC or console gamer, PG32UQ is perfect for you if you want to play on a big screen. Aside from that, we're pleased to announce our upcoming range of 28-inch and 43-inch HDMI 2.1 gaming monitors. More details to come. Cabin crew, please prepare for Sean arrival. Hi, I believe you're X. People here have been talking about you. Have you been able to remember anything yet? If not, I'm going to show you some amazing equipment, and hopefully after you watch this, you will get a good collection of what you need. Oh.
hope you like what you see. Generation after generation, LG laptops has continued to push the cutting edge of technology. We know our gamers want the very best components. That's why we have created a new series of products to take advantage of the latest silicon. This generation of powerhouse devices will see the latest NVIDIA GeForce RTX 30 series graphics. Built with the award-winning Ampere architecture, as well as the AMD Ryzen 5000 Mobile Series CPU, to deliver the full immersive gaming experience. We know these powerful silicons require optimized cooling to unleash its full potential. And I am so glad to share with you that with our cooling innovation, we are not only meeting their potential, we have sent them to their peaks. Our laptops are not only cooler, they are quieter. We have set our own goals to reduce the gaming noise level from 45 to 40 decibels. We are able to accomplish this aspiration with liquid metal thermal compounds, redesigned fan blades, and air tunnel. ROG Laptops was the first brand to bring liquid metal cooling into mass production. We have developed a patented process to apply exotic thermal compounds with flawless mechanical precision. Thanks to further refinements, we are able to bring liquid metal cooling to all our 2021 ROG laptop line. Our latest laptop also features a new fan design with a spatial wave around the outer edge. The patented fan blade design reduces turbulence so we can achieve highly effective airflow with less noise. Our updated self-cleaning system further cleans up airflow by using a shorter anti-dust tunnel to create more space around the fan for smoother airflow. Making the cooling quieter will also help you to appreciate the attention to detail we have put into audio experience. All our 2021 laptops comes with Dolby Atmos virtual surround sounds that really put you in the center of the action. They are also featured with a two-way AI noise cancellation design that makes sure your voice comes across clearly through the background noises of everyday life. It works with any input device and can also be applied to a downstream feeds. If the noise intrusion happens to come from the other end, driven by a desire to give you the very best we can, we continue to push the industry forward with new displays. Maximum speed is essential for competitive players and esports, where the margin of victory can come down to milliseconds, and we have consistently offered the fastest displays. In 2021, we are raising the bar again with the world's first 360Hz panel with an ultra-fast 3-millisecond response time. There is no better place to fit this panel than our all-new Strix Scar 17. Our top-of-the-line esports gaming laptop is all about pushing performance to the limits. It's more athletic than ever, despite its smaller footprints that won't weigh you down. And it's more responsive, thanks to the new optical mechanical keyboards that triggers in just 0.2 milliseconds. The new Strix Scar 17 takes advantage of the latest NVIDIA Dynamic Boost technology, offers up to 130 watts of graphic power on NVIDIA GeForce RTX 3080. Strix Scar also offers high-performance gaming with AMD Ryzen 9 5900HX, the unlocked version of AMD CPU powered by the Zen 3 architecture. We have invested the new laser etching treatments to bring the emissive tech flow on the top cover of ROG Strix. It allows us to add different layers of texture through laser etching process. We are increasingly looking for ways to help gamers express their uniqueness, and the Strix Scar Edition introduces a new way to modify the chassis itself. Its customizable ammo cap slides off and can be swapped with two additional designs that come in the box. You can also customize your personal profile with ROG Keystone. Look closely, and you can see subtle hints of how much power lies inside. We use advanced manufacturing techniques, compounded with fiberglass material, to create a translucent accent that offers glimpse under the hood. The more accessible Strix G family also come in three different looks: Electropunk, Original Black, Eclipse Gray. They all come with a fast display up to 300 Hz. We reduced the footprint of these new machines by 7% compared to the last generation. We have upgraded our battery capacity by almost 50%. The new 90 watt hour battery drastically improved the battery life of Strix family. To make it even more portable in the real world use, we have added a Type-C adapter, support up to 100 watts.
This feature is so useful, we ended up rolling out to all our laptops in 2021. Last year, we revolutionized gaming laptop with the critically acclaimed ROG ScreenPad Plus. A secondary display is widely regarded as the best in the industry. For 2021, we are making the Zephyrus Duo even better with a special edition. The new model keeps the innovative AAS Plus cooling system that raises the second display to allow more airflow into the chassis. But it's all new under the hood. Our cooling enhancements take the performance of Zephyrus Duo to a new height. Driving NVIDIA GeForce RTX 3080 to 130 watts with dynamic boost technology, we implemented a unique six-phase power design, taking the CPU sustainable power limits to 90 watts, squeezing every drip of performance out of AMD Ryzen 9 5900HX. We have upgraded all our display options on this new Zephyrus Duo, a selection between 120 Hz 4K with Adobe 100% RGB offers stunning visual of cinematic gaming experience, or the 300 Hz Full HD with 3 millisecond response time for competitive esports gaming. The new Zephyrus Duo is the flagship of our Zephyrus family that elevates ultra slim gaming laptop designs. We have the highest market share in the thin gaming category, thanks largely to the Zephyrus G14 and G15, which are more accessible enough to bring great gaming experience to a wide range of lifestyle. We have completely redesigned the Zephyrus G15. It is 5% smaller and 200 grams lighter than the last generation. At its best, the Zephyrus G15 is equipped with NVIDIA GeForce RTX 3080 to offer exceptional graphics. A beautiful laptop to behold. The G15 has a total of 8,279 CNC perforated matrix holes. To demonstrate our precision to detail, we have added shimmery nano imprint lithography film underneath this matrix to refer the unwavering energy of lights. We have also improved the aesthetics of our V-cut design, adding a double anodized diamond cut. This is not only optimized for ventilation, it's also visually pleasing with a solid trim. The silky smooth glass touchpad is 20% bigger than its predecessor. A soft touch, texture, palm rest coated with 4 layers of environmental friendly water-based paint. With all this, the Zephyrus G15 continue to be the incredible all-around laptop for gaming and so much more. The Zephyrus G15's upgraded display and audio really raises the bar. We have integrated a 3D microphone array with different configurations optimized for capturing different kind of audio, even in the multi-directional conferences room. There is also a 6-speaker setup with force-canceling woofer that delivers crispy clear sounds that I'm sure you will love. We have also upgraded the battery to 90 watts, offering uninterrupted video entertainment up to 13 hours. Last year, we were the first to demo a perfect balance of detail and speed with 1440p WQHD 165 Hz display. With its 3 millisecond response time and a full DCI P3 color gamut, this panel is ideal for gamers and creators, and it's the perfect fit for the new Zephyrus G15. If you want something more compact, the 14-inch Zephyrus G14 has an updated display option, up to 120 Hz 1440p WQHD, along with the playful virtual pad, Omni, that can also be seen on the Anime Matrix display. The popularity of Zephyrus G14 shows the strong desire for ultra-portable gaming laptop that don't compromise on power. That's why this year we are going even smaller with the 13-inch ROG Flow X13. The gravity wave design shows the continuing wave of energy. We want the design to look like water with different forms and possibilities. It's only 15 millimeter thin and weighs only 1.3 kilograms. ROG Flow X13 is compact with impact, powered by gaming graphic of NVIDIA GeForce GTX 1650 and the special edition of Ryzen 9 5980HS, the best performing Ryzen processor. There has never been so much power in such small device. But that is not all. This machine is much more than just a laptop. The versatile flip phone factors with Gorilla Glass touchscreen let you adapt to a wide range of environments and scenario. Going to the 10 modes,
and bring console gaming experience into the PC with a controller, or use the stylus in the tablet modes to elevate your artistry. This is one device that can truly go anywhere and do anything. The Tora 16x10 display ratio provides more room to work and play. And you can choose between two config tailored for creators with 4K UHD or 120Hz Full HD for gamers. The Flow also gets over 10 hours of battery life, and it's powered by an ultra-compact Type-C charger that makes the whole system more portable. For gamers who want even more graphic power, we have thought something outside of the box and think of something truly unique. The ROG Flow X13 plugs into an external GPU XG Mobile that redefines the category and takes versatility to the next level. External GPU has always been heavy and bulky, but the XG Mobile is about the size of a book and it's easily been thrown into a bag. It is the smallest external GPU ever, at just 6% the size of typical external graphic dock, and weighs only 1 kilogram. But we didn't sacrifice anything. It's available with NVIDIA GeForce RTX 3080 laptop GPU, running at up to 150 watts, packing more power than any of our other laptops. We achieved this with the compact vapor chamber cooling that increases the contact area by over 50% compared to the traditional heat pipes. Thanks to the proprietary PCI Express 3.0x8 interface that connects directly to the CPU with much higher bandwidth than Thunderbolts, the XG Mobile offers better gaming performance than any other external GPU alternatives. The XG Mobile includes a dedicated USB link to power the laptop and integrated I/O hub that can drive multiple displays and peripherals. The whole thing has an integrated 280-watt adapter that powers the XG Mobile and laptop simultaneously, so you don't have to bring a separate power brick. There has never been a portable PC gaming platform that's so powerful and so versatile. Stay tuned, Omni will show you around the central. Please feel free to experience all the products here. Okay guys, well that's the lineup of all the new things coming out here for CES 2021, but here we are on the show floor, so let's just jump right to it and take a look firsthand to see what it's all about. And it's really cool that this year, this is a digital experience where anyone can go in to check all this stuff out. But there's some things that I personally want to see firsthand. And yep, we are here in the accessory room, and this is the new ROG Claymore 2. Now, the Claymore 2 is really cool because it has this detachable numpad, and look at that effect. That's pretty cool. You can swap it over left to right, or you could just remove it completely if you prefer to play without a numpad, as you can see here with it gone. Boom, and it's back. So that's really cool, detachable numpad, but that's not the only thing that's new about these ROG keyboards coming out. We now have our own in-house switch that we've made, which is the ROG RX optical mechanical switch. This one has red switches and they will be RX blue as well. And they'll offer you this consistent wobble-free keystroke with a 1 millisecond response time, and they're good for 100 million keystrokes. So premium hollow square design. They're designed to not wobble when you roll your finger on a key. It kind of rocks back and forth. These won't do that the same way that keys traditionally do, creating a really nice feel for that keyboard. Next to that, looks like this is the Gladius. Yep, because I actually have been using the Gladius 2 for quite a while now, and this is the Gladius 3. Now, right off the bat, we can see the RGB. This is classic for the Gladius. You always have the glowing scroll wheel, and of course, the logo on the back for the ROG Eye. But it looks like we've got this new ROG aesthetic on the side, which is brand new, yep, laser engraved ROG side aesthetic. Pretty cool. The other thing that's really nice about this mouse is the fact that you can swap out 3-pin mechanical switches or 5-pin optical switches, because sometimes this part will break and your click will stop functioning in your mouse. Then you're looking at replacing your mouse, but if they're replaceable, you don't actually have to replace the entire mouse. You could just get a new switch, swap it in there, bam, you're good to go. Your mouse can last you years and years and years to come. Okay, what's this guy? Oh, this is the Swift, a 360 hertz display.
I mean, what else do I have to say about it? This is an absolute monster. You're getting full HD 1080p graphics in 360 hertz. This is the ultimate esports panel you can ask for. Just looking at, looks like we have a bit of a comparison between the 360 and the 144. And yeah, you can see exactly how much of an edge you'd be getting for that. Those milliseconds really matter when you're playing at the highest level, when you're playing high-end esports, especially FPS and RTS games. Really does make a big difference. Looks like we also have a ROG desk mount kit. This is something that we showed off earlier in 2020, but this is gonna help you just free up all that desk space. It's a bracket that can clamp to the edge of any desk. Really just kind of cool. And this is actually also compatible with the PG32 UQ. And if you're a console gamer, the PG32 UQ is really made for you. It's full 4K, 144 hertz, 32 inches, so it's nice and big, and it's hitting that exact mark where all the new consoles are, and it has HDMI 2.1 support, which is primo. If you're a console gamer, that's exactly what you want. Over here, we can see the ROG Phone 3 and some accessories. You guys could check this out on your own. I want to check out the laptops, which, yeah, it looks like this is the systems room with all the different laptops and even a desktop, it looks like, there in the back. All right, what do we got here? Okay, the ROG Flow X13. It says ultra-portable 13-inch convertible design where you can have stand mode, tent mode, tablet mode, and laptop mode, giving you tons of flexibility and control as to how you want to use this device. Not only is it tiny and really lightweight, but it also has tons of power. We're looking at a Ryzen 9 5900HS or even the Supernova Edition Ryzen 9 5980HS processor inside this. And on top of that, you can get the XG Mobile to boost the performance of the device with up to an RTX 3080. Now, when you plug this in, it's basically a portable external GPU that also works as a power adapter to the laptop and an I/O port dock at the same time. So when you plug this in, you're effectively turning this super lightweight portable device into a desktop that is as flexible and as portable as you could ever hope for. We can see, yeah, these are just some of the G14s. Okay, the ROG Zephyrus G14, it's the most awarded gaming laptop of 2020. That is a huge accomplishment. And I think one of the things that everybody likes the most about this device is the Anime Matrix display. This LED panel on the back of the display of the laptop gives you all this cool features, all different kinds of animations you can program into it, tons of different ones you can just download. You can find your own favorite GIF or image and upload that to the Anime Matrix display. But as you can see, there is now this virtual pet. It's a new feature where we have this cool little virtual assistant that's going to tell you things about your current battery status. You can see the animation there. I guess he was charging, he's plugging in. Also give you notifications about system usage. So it's a neat little optional assistant you can put into your applications and just have it open on the corner of your screen. Or if you want to incorporate that in your Anime Matrix LED, you can do that as well. Really cool. Really excited to see how this works out. Oh, he's even spray painting the ROG logo. So cool. An absolute monster, really popular. The ROG Strix Scar 17, a laptop that is truly built for esports. Now this comes with up to a Ryzen 9 5900HX, up to the NVIDIA GeForce RTX 3080, and the display is either a WQHD 165Hz or a full HD 360Hz display. Yeah, 360, I mean, we're talking full esports performance here. There's some other neat stuff like 64 gigs of RAM. Yeah, that's we can go all out. And of course, USB Type-C charging is present here on this device. But we also have the optical and mechanical switches built in for that lightning fast response time for every single keystroke when you're playing at the highest level. And we have the customizable armor caps for a little bit of additional flair on the side. You can change the colors here, the different styles. This is the spangle silver. There's also a translucent black, it seems. Really cool stuff. A lot of flair, a lot of customization available packed into this powerhouse of a machine. And I saw this when we walked in. It's
save it for last because I'm a huge fan of the Zephyrus Duo. This is the refresh on the Zephyrus Duo with up to a RTX 3080. I mean, if you've never seen one of these bad boys, it is has the ScreenPad Plus, which is a secondary display below the main display that is a full touchscreen. And with this design, it enables for this phenomenal cooling to happen, as you can see in this demonstration. Behind it, additional airflow to help keep that device cool. You've got this gorgeous keyboard where the trackpad is also a numpad. There is no wasted space. I mean, this is just compact, dual screen glory. Actually, here we gotta reset it because it looks so cool in that mode, but can't really see exactly what the device looks like. But yeah, I love this digital experience where we can just dive in and see what it's all about. And of course, these guys are gonna have Ryzen 9 5900s. I mean, this is the ideal device for a content creator, whether you're a streamer, a musician, or maybe a video editor. It's really ideal for that. But also if you're just a gamer and you wanna play and use this secondary display for, you know, managing your builds when you're playing a MOBA or whatever, it's got so many cool applications that I'm a big fan of personally. Okay, over here. This is a interesting looking desktop case that I've never seen before. Bunch of different components as it just separated everything. Oh no, it's stolen. It must be a new desktop we're releasing, but it certainly is. Fits that ROG aesthetic. Okay, we're seeing it put back together. And can we learn more? Yes. Okay, so it right away says concept gaming case. ROG Ryujin 2. I love that display for just seeing the, you know, the current temperature. Yeah, that's really cool. Okay, well, I think that's pretty much everything there is to see here on the expo floor. That's the elevator we came down. We've been to all the different areas, except for over here. And I believe this is the shooting range. Yeah, the shooting range. This is where you guys can come and show off your skills. If you're good at FPS games, which I am not, you can really just showcase it here at the shooting range. So I'll give it my best shot. Okay. And there is that scoreboard on the side. So as this is going live on Steam, everybody will be able to, you know, give it their best shot and see who can post the best score here in the shooting range. Way off. Want to do it in order because they will disappear. Oop. Like that. Rip. I was doing all right, but at the end it started to slip. It was just going all over the place, and oh well. 85 hit, 2 miss, 2.486 million. And of course, here's where the scoreboard will be if you guys want to try to land the highest score. Won't be hard to beat my score. As I mentioned earlier, guys, we are having a raffle here for Games Planet vouchers. You can look below and submit your answer to get a chance to win this Games Planet voucher. For more product info, search and visit For Those Who Dare to find our event site, or just click the link below.
Last but not least, word is there is a bit of an Easter egg, and I guess the secret is to harass Omni, to talk to Omni a lot. So let's, I'll give you guys a teaser and see what this is all about. He's very excited. The secret. Could he be more obvious? Wow. He's making us work for this. Hey guys, this is Alan Walker. And that's all I'm going to show you guys, because you'll have to go in if you want to actually see what that... I mean, I think some of you probably know who that is already. But in any case, a bit of a teaser for a future announcement. But yeah, guys, that is it for the Citadel. You guys can play it and download it for free on Steam to check out all these things on your own. There's a bunch of other little hidden Easter eggs. This has been Expo mode. You can also play it in story mode, but a lot of cool stuff on the horizon here for CES 2021. I thank you all for tuning in, and we'll see you next time. Take care. Ja, daar zijn we weer. Na bijna 3 kwartier te hebben doorgebracht in de ROG Citadel. Ja, precies. We hadden er al heel even over. Hij is te downloaden op Steam dus. Wij zien het ook voor het eerst, net zoals jullie hoor trouwens. Te downloaden op Steam. En we hadden al zoiets van, ja, er is corona. Je moet creatief zijn, je moet innovatief zijn met hoe je dit aanpakt. Ja, dit is wel creatief en innovatief. Ja. Het zal niet voor iedereen zijn, maar... Nee, maar Steam is toch wel... het kanaal om hun doelgroep te bereiken, denk ik. Dus, zeker. Nee, ik denk dat het een goed idee is. En jij zag al gelijk allerlei voordelen meteen, weet je wel. Je ziet meteen hoeveel installs, je ziet hoeveel ja, voor mensen hun, doorbrengen. Als je wil bijhouden of dit echt een beetje een succes is geweest, je ziet inderdaad gewoon, obviously hoe vaak het gedownload is, maar inderdaad, weet je, hebben mensen het gedownload, 1 minuutje even opgestart, lopen mensen er echt 10, 20, 30 minuten rond en checken ze alles goed. Dus ik denk als je nu als bedrijf aan het zoeken bent naar een manier om je doelgroep te bereiken, dan is dit perfect. Want ik bedoel, de shortage van PC-onderdelen, die komt natuurlijk ook niet uit het niets. En er is te weinig, maar we zitten ook wel extra veel met z'n allen achter onze laptop en PC op het moment. Ja, nee, zeker weten. Hebben we dat ook een beetje teruggezien in de presentatie? Want ik heb al aardig wat CES-dingen gezien. En ook veel verbetering met camera's en met microfoons. Daar leek hier toch ook geluid en microfoons leek ook wel een van de pijlers te zijn. Ja, maar op zich is dat wel altijd een van de speerpunten van laptops. Ik bedoel, altijd als er een nieuwe laptop is aangekondigd, van welke fabrikant dan ook, dan is er altijd wel even een onderdeel over hoe goed het geluid dit keer is. Omdat het toch ook heel vaak gewoon... Ja, gewoon niet iets noemenswaardigs is bij een laptop. Nee, heel veel laptops hadden hier Dolby Atmos speakers. Ja. Wij kunnen er nog niks over zeggen. We hebben het niet zelf gehoord natuurlijk. Of dat echt zo goed gaat werken, geen idee. Ik heb al wel alles met een aantal mobile devices gehad, waar Dolby Atmos in zat, qua speaker. Dat was zo weird, best wel surprising. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat ook in een gaming laptop is wanneer we gaan gamen. Moet er nog heel even bij zeggen. Er zitten ook mensen van Asus ROG hier in de chat. Dus mocht je vragen hebben over hetgeen wat je hebt gezien. Ze staan direct in contact ook met Asus ROG HQ. Dan kan je dat vragen aan Labstip Junior.
Die zit hier in de chat. Die zal zich vanzelf wel melden, denk ik. En mocht je een vraag hebben, dan kan je die aan hem stellen. Of je kan die aan ons stellen. Maar bij hem weet je in ieder geval zeker. dat je ik doe mijn best om ook goed mee te lezen met de chat. De vraag, moeten we nog ergens beginnen? Of is het gewoon zo van, wat vond je ervan? Of heb je een plan? Ik had niet een vooropgesteld plan. Maar laten we gewoon langs de highlights gaan en de dingen die ons zijn opgevallen. Want ik ben wel behoorlijk verrast. En ik denk jij ook. En ik denk dat we allebei een gaming laptop hebben gezien. Die ik in eerste instantie niet zag aankomen. En toch wel mijn favoriet is geworden. En ik denk dat we dan allebei over dezelfde hebben. Ik weet meteen welke je bedoelt. Ja. Ik zou zelf toch voor een maatje groter gaan. Maar je hebt het natuurlijk over de X13. Ja, laten we het eerst hebben over de ROG Flow X13. Want dat was naar mijn mening toch voor mij persoonlijk de meest interessante. Want ik ben een persoon die graag een game speelt. Het zal je niet verrassen als GameKings presentator natuurlijk. Maar Ik werk er ook op en ik wil ook een heel clean, slick device hebben. En voor mij is 13 inch nog altijd de allerbeste maat die je kan krijgen in laptops en notebooks. Ja, nee, ik ben team 15 inch. Nee, is voor mij echt veel te groot. Althans, ik heb dat op school gehad. Toen had ik 15 inch laptops. En ik ging toen naar Zuid-Afrika en Curaçao. En dat overal meeslepen, dat was echt drama. En op een gegeven moment had ik een 13 inch MacBook. En daar was ik echt mee in mijn hoofd. Dus ik wil 13 inch. En dit zag er zo slick uit. Ik moet zeggen, hier zou ik ook mee kunnen leven. Ik hou gewoon van de screen real estate van 15 inch. Snap ik. Hoe het toetsenbord precies valt qua maat. Omdat ik, als ik achter mijn laptop werk, echt natuurlijk heel van type ben. Ik heb meestal ook wel minimaal twee dingen open. Naast elkaar bedoel ik ook echt. Dus dan is 15 inch toch wel fijn. Maar ik heb toevallig, ik denk niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor heb ik ook een keer naar die externe GPU's gekeken. En dat is een hele interessante optie. Ja, laten we daar zo over hebben. Zal ik eerst even de... Maar dat hoort bij de flow. Ja, hoort bij de flow, maar laat me de specs opnoemen van die flow. Okay, ja. En dan weet je ook gelijk waarom je die eGPU's zou willen hebben. Want er zit een AMD Ryzen 9 processor in. Ja. Heel even over de processoren. We hebben alleen maar Ryzen gezien. Ja, nee, ik heb geen één keer Intel gezien. Ik denk dat ook op desktop gebied is het wel duidelijk wat er deze generatie gebeurt. Ja, nou, we hadden het er natuurlijk al over een PC Master Race, maar Ryzen is taken over en dat hebben we hier gezien. Zeker als je voor mobiele laptops, ze waren al ontzettend te spreken over de 4000-serie die naar mobiele laptops zijn gekomen. Ja. Ik denk dat zit hier ook in inderdaad. Nou, de power, performance en efficiëntie, dat was bijzonder indrukwekkend. Al deze laptops hebben allemaal Ryzen processoren. Dit was de AMD Ryzen 9 5980 HS, een mobiele processor. En daar zat dus een NVIDIA GeForce GTX 1650 bij. En ik zag optioneel. Ik zag al up to. Ja. Dus je kan natuurlijk zelf gaan configureren. Dus je kan hem ook zonder dedicated GPU nemen, gok ik. Ja, daar ga ik inderdaad ook wel vanuit. Tot 32 gig. Goed, dat is allemaal natuurlijk een beetje conform de huidige standaarden. M2 SSD erin en noem maar op. Maar ik vind dat een hele interessante optie. Want als je hem dan neemt zonder dedicated GPU. Want ik heb heel veel momenten dat ik op zich niet per se een laptop met een videochip nodig heb. Nee. En op die momenten dat ik het niet nodig heb, dan is het nadelig. Is het fijner om hem niet te hebben, want het komt je batterijduur ten goede. En dan, zo'n externe GPU-oplossing is echt wel heel erg slick. Ook omdat het in dit geval gewoon een goede hub is gewoon. Waar je gewoon, weet je, zeker als je dat thuis neerzet, je sluit daar je scherm en alles op aan, je monitor. Ja, want het was niet alleen de GPU, er zat gewoon I.O. ook op. Precies, je doet je toetsenbord, alles is gewoon klaar. En wat je doet, je laptop, als je thuis komt, die sluit je daarop aan.
En je hebt RTX 3080 Power. Ja. Met een Ryzen 9 processor. Ja. Nee, dus dat is een setup die kan ik heel erg waarderen. Ja, nee, ik vond het echt ideaal. Ik zou inderdaad ook voor die Flow X13 zou ik dan gaan zonder interne GPU. Mocht dat mogelijk zijn. Dus ik hoor dat graag als dat ook inderdaad ook echt zo mogelijk is. Ja. En dan inderdaad, wat ik al tegen jou zei, we zaten al te bespreken tijdens die presentatie natuurlijk. Dit is voor mij persoonlijk ook, denk ik, de ideale laptop voor de student. Weet je, hij is small, portable, dus je kan hem makkelijk overal meenemen naar iedere les, mocht het nodig zijn. Gelukkig USB-C charging. Ja. Daar ben ik echt een fan van. Want het zorgt gewoon voor dat je niet zo'n brick eraan hebt hangen. En als je niet gaat gamen, heb je ook niet zo'n brick nodig om aan je laptop te hangen. Nee, maar dat hangt er vanaf, hè? Want je had bijvoorbeeld met de Switch had je ook bepaalde laders. Dat als je aan het spelen was, dan liep je alsnog leeg. Ja, dat zal bij deze USB-C ook zijn. Maar dus er zal ook nog een normale brick bij zitten voor als je gaat gamen. Maar daarom zeg ik, voor als je naar lessen gaat, van lokaal naar lokaal, noem het allemaal maar op. Fijn om gewoon een USB-C charger in je tas te hebben die je ook voor je telefoon kan gebruiken, noem het allemaal maar op. Die gebruik ik voor school en dan kom je thuis. En dan heb je precies zoals je al zegt, heb je die base station staan, die eGPU, daar alles op aangesloten. Je komt aan, je prik je laptop erin en je hebt een moddervette gaming PC staan. Ja, ik zit even te kijken. Hij zegt, je kan hem natuurlijk gewoon zonder en met die externe GPU kiezen. Nee, interne hadden we het over. Ja, nee, dat sowieso. Maar het is gewoon een leuke extra optie. En als je gewoon een goede eGPU optie hebt. Weet je, ook, want die techniek is ook ver gekomen. Want het was ook nog wel eens, weet je, dat is eigenlijk met elke display aansluiting die je gebruikt. Schakelen tussen schermen. Mm-hmm. Vroeger op de PC was dat niet zo vanzelfsprekend dat het ging werken. Mm-hmm. Maar nu blijkt dat wel, ik had het met die vorige generatie al gelezen. Het komt nu op een punt dat het ook gewoon... Het is redelijk, de beta fase. Ja, precies. Ja. Het begint nu redelijk plug-and-play te werken allemaal. Maar dan, ik ben eigenlijk dan best wel benieuwd. Hier zat trouwens een Full HD scherm in met 120 hertz. Ja, en, want dat zag je ook. Je had, oh, sorry. Ja. Ja, en had nog een 3840 bij 2400 scherm. Dat is eigenlijk zo goed als 4K. Alleen, het is 16 bij 10, dus je hebt nog wat extra verticale pixels. En die is 60 hertz. En wij zeiden eigenlijk allebei al, ga alsjeblieft gewoon voor de Full HD. Daar ga je veel blijer mee zijn. Ja. Ja, voor mij wel, omdat en op dat soort maten schermen heb ik niet die extreem hoge resolutie nodig. Nee. En het verschil tussen Full HD en 4K, dat merk je ook heel erg in je batterijduur. Ja, nou dat vooral inderdaad, ja. En als je nog gebruik wil maken van 4K, kan je altijd nog een externe monitor gebruiken. Ja, nee, tuurlijk. Kijk, weet je, op het moment dat je, zeker als je die eGPU setup gaat doen, ja, dan heb je een externe... Kijk, als je een keer op vakantie gaat, dan neem je alleen natuurlijk je eGPU erbij mee. Maar thuis heb je dan natuurlijk wel gewoon een monitor staan waar je alles op aansluit. Ja, nee, zeker weten. En dan 120 hertz, Full HD, dat is voor gamer echt veel nicer, man. Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Welke laptop stond bovenaan jouw lijstje dan? Nou ja, wat ik al zei, ik ben wel echt van de 15 inch. Dus ik vond die G15... De Severus, ja. 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 Dat was voor mij. Kijk, ze zien er natuurlijk allemaal hetzelfde uit. Oh, kijk, dit vind ik interessant. 1299 zonder eGPU. En 2900 ongeveer met eGPU, maar dat is met een 3080 erin. Ja, je zei het al, want jij zat zelf ook naar eGPU's te kijken. Ze zijn prijzig. Ja. Kijk, als je nu al ziet, een 3080 is een dure kaart. En ongeacht van welke kaart, alle eGPU's die ik toen had gecheckt, aanzienlijk duurde, honderden euro's duurder dan gewoon de losse kaart. Ja. Het is niet een technologie van 50 euro bovenop de kaart en dan heb je hem extern. Het is wel het is niet alleen een duurder. Nee, dus ja, ik moet zeggen, dit... als je dan nagaat... Weet je, Mag ik heel even reageren? Op vakantie je eGPU meenemen? Ja, we zijn gamers, verdomme. Tuurlijk nemen we dat mee. Ben je gek? Maar 2899, weet je, als je nagaat, dan heb je gewoon een high-end systeem met een 3080. En een laptop. Ja, precies. Weet je, dan heb je het beste van twee werelden. Je hebt dat niet als je en een goede laptop en een goede desktop wilt. Ja.
Dus in die context, weet je, precies voor dat doeleind is het interessant. En dat is wat ik ook bedoelde op voorhand te zeggen, weet je wel. Van ik hoorde al mensen dus zeggen, ja, je wilt een game op laptop. Maar er zijn er meer dan genoeg mensen die niet en een desktop en een laptop kunnen kopen. En dan, door de veelzijdigheid, is het gewoon best wel voor de hand liggend, zeker voor studenten, om dan voor een gaming laptop te gaan. Dan heb je het beste van beide werelden, want je hebt nog steeds een laptop nodig om te kunnen gaan studeren. Maar ik wou zeggen, weet je, die 15, want ze hebben natuurlijk allemaal een beetje dezelfde design. Maar ik vond dat slick, zeker met dat... dat LED-matrix. Vooral het geperforeerde. Ja. Dat vond ik mooi. Ik zag wel iemand in de chat zeggen van... Wat moet je daarmee? Dat kan je toch helemaal niet zien? Nee, maar je wil gewoon flexen. Weet je, als jij hele sikke hardware hebt, wil je gewoon flexen. En dan maak je een heel vet patroontje erop. Misschien installeer je nog wat software op je computer, dat wanneer de Bitcoin-prijs stijgt, dat je denkt... Krijg je een bitcoin achterop het beeld? Nou ja, weet je, ik zat net te denken, want ik hoorde ook, je kan je eigen gifjes en zo, het zal natuurlijk wel een beperking zijn qua bepaalde formaten, maar die kan je ook daarvoor gebruiken. Maar ik zou het wel cool vinden als ik gewoon, weet je, mijn eigen logootje op die manier kan weergeven daar. Ja, nee, zeker weten. De Severus G15 dus. Precies, je eigen logo. Voor mij persoonlijk dacht ik ook van tevoren namelijk dat de Severus echt ver weg, torenhoog, mijn favoriet zou zijn in deze presentatie. Omdat we hebben al voorgaande generaties hier gehad. Maar dan heb je het over de Duo. Ook de normale. Ook ja, oké, okay, precies. Ja. Want de Duo wil ik zo heel even opkomen. Want we hebben hier voorgaande generaties al gehad. Ja, het zijn geen gaming laptops meer. En dat zeiden we natuurlijk ook al voordat we begonnen hier aan de stream. Weet je, ziet er hier nou eindelijk uit als gewoon badass hardware. In plaats van goedkope plastic met RGB en rare vormen erin. Dat is niet meer. Dit is gewoon slick. Dit is zakelijk. En je kan er flink mee aan de gang als creator, maar ook als gamer. Ja. En die Duo. Dat is me wel een beest, man. Ja, nee, het is natuurlijk een soort van ultiem hebben ding. Ja. Ik zit zelf dan heel erg te zoeken van... hoe kan ik verantwoorden dat ik dat tweede scherm nodig heb aan mezelf? Maar dat kan ik denk ik niet. Het is een eyecatcher. Het is gewoon heel simpel. Nou, ik vind het zo'n prachtig ding. Volgens mij hebben we hem hier ook heel even gehad. Ik weet niet zeker of Jelle daarmee aan de slag was gegaan. Nogmaals. Voorgaande generatie, dus niet deze natuurlijk die we hier hebben gezien. Volgens mij zat die wij hadden, zat nog een Intel processor in ook, geloof ik. Ik zie voor dit is de ideale streaming laptop, vind ik, man. Die Duo. De Duo. Ja, tuurlijk. Als je daar jouw tools neerzet om te schakelen tussen kanalen en dingetjes, ja, noem maar op. Insane, weet je. Je hebt gewoon op je main scherm heb je natuurlijk gewoon lekker je gamepje draaien, wat je aan het spelen bent. En eronder. Je hebt dat tweede scherm. Ja, dat tweede scherm. En dat is ook nog eens een touchscreen. Maar die kan je ook nog eens opdelen. Bijvoorbeeld in twee stukken of drie stukken kan je dat onderste scherm doen. Dus wat doe je? Je zet OBS. Dat is het programma waarmee je streamt. Dat zet je gewoon links. Rechts zet je je chat. En gewoon met je touchscreen, schakelen. Kan je, zonder te al tabben, kan je gewoon lekker schakelen tussen verschillende scènes. Nou, dat vind ik echt insane. Ja, en ook dus je hebt hem nodig. Ik heb hem zeker nodig. Dus hè, Asus RG. Hè? En hier zit een AMD Ryzen 9 5900X ook in. Insane processor natuurlijk ook. Maar ook een NVIDIA GeForce RTX 3080 videokaart zit daarbij in. Een 4K 120 Hz scherm. Ja. Ze zijn wel echt balster erop. Ja, maar dat, weet je, kijk, dat doet... Ieder bedrijf, je moet... Je vlaggenschip. Precies. Dus dan is het ook gewoon even flex inderdaad. Ja, nee, maar kijk, je ziet bij velen zie je inderdaad een vlaggenschip. Dat is gewoon een mooiste design met gewoon de vreedste specs die je op dat moment kan krijgen. Dit doet wel echt iets anders. En dat vind ik tof. En dat kan ik wel echt enorm waarderen. De Severus Duo dus en de G15 en de G14 de laptops die hebben we dus ook gehad. De ROG Strix Scar 17. Ja. Ja, want misschien is dat eigenlijk nog meer het vlaggenschip. Als je het hebt over puur gaming performance. Ja, dit was de echte e-sports laptop, zeiden ze ook. Ja, precies. Weet je, als je gewoon echt voor puur game ervaring gaat.
op locatie gewoon alles goed vanaf je laptop kunnen draaien. Ja, dan heb je natuurlijk met 17 inch, weet je, heb je wel gewoon een battle station voor je. Nou, een 17 inch noem ik ook echt geen notebook meer. Ik heb ooit in een ver verleden een 17 inch laptop gehad. Trouwens een MacBook en een Asus, maar echt heel lang geleden. Dan praat ik over 10, 15 jaar geleden of zo. Dat is gewoon een desktop die je toevallig, als het past, in je tas kan doen. Ja, maar weet je, eerlijk is eerlijk. Je voelt ook wel gewoon de extra ruimte qua bewegingsvrijheid als je achter een 17 inch laptop zit. Ja. Dus het is aanzienlijk minder handzaam vergeleken met die 13 tot 15 inch modellen. Maar je wint als je eenmaal zit en je gaat echt voor het gamen. Tuurlijk zit je lekkerder achter een 17 inch laptop. Ja, nee, 100% waar natuurlijk. Maar om heel even aan te geven dat dit ook echt een e-sports laptop is en niet zomaar een gaming laptop. Hij is maar in één configuratie verkrijgbaar, het scherm. Dat is full HD. Ik zit trouwens nog even mee te kijken. Die nieuwe Duo, die blijft wel onder de 4K. Qua kosten. Ja, qua kosten. Ja, nee, niet qua monitor. Maar nee, maar omdat, volgens mij is het dan ook al, die vorige misschien nog iets duurder was. Ja, 4K, weet je, onder de 4K. Dus zeg maar, ik van 38,99. Ja. Ik even natte vingerwerk. Nou, maar wat ik zeg, dit is echt een creator ding. Die ook nog eens echt enorm powerful moet zijn. Ja, dan kan je dat zeker wel verantwoorden. Maar wat ik zei met die SCAR, een 17-inch scherm dus. Verreweg het grootste scherm in deze hele line-up dat je maar kan krijgen. Maar echt e-sport, want hij is maar in één configuratie verkrijgbaar. Full HD. Ja. Op 17-inch. Ja. Terwijl we hier 13-inch hebben gezien met 4K. Ja, nee, absoluut. En 300 hertz. Ja, precies, ja. Ja. Nee, dat is echt een e-sports beest. Maar, sorry hoor, ik vind het namelijk interessant omdat ik naar die chat zit te kijken ook. Als je het hebt over die Duo dan weer, omdat mensen ook zoiets hadden van, pff, weet je, wat een smak geld. En wie kan dat uitgeven aan een laptop? Maar er is absoluut een markt voor, weet ik wel, tussen de 3 en de 5K laptops. Want er zijn zoveel mensen, zakelijk inderdaad, gewoon creators voor welke markt dan ook, ja, die standaard al bijvoorbeeld jaren een MacBook van minimaal 4000 euro in elkaar draaien. Fully spec'd out. Precies. En daar ben je wel een stuk beperkter ook nog eens mee. Wil je bijvoorbeeld gaan gamen? Nou ja, en de tijd dat... Kijk, ik zeg niet dat het daar voorbij mee is, maar de tijd dat iedereen van die creative standaard een MacBook neemt, ja, is wel voorbij. Ja, 100%. Dat is al een beetje vanaf dat die Surface kwam, weet je, was er al een soort van flow van, oké, weet je, er zijn interessantere Windows laptops. Als je eventjes uit die trein stapt dat bepaalde creators alleen maar op Apple moeten werken. Nou, maar laten we heel eerlijk zijn. Apple heeft dat gewoon losgelaten. Ze richten zich daar eigenlijk helemaal niet meer op. En Windows is zo goed geworden. En dan ook met dit soort power. Ja, ik zou het ook niet zo heel snel begrijpen meer voor de meeste mensen. En zeker niet voor gamers. Want wat ik zeg, wil je gamen, dan moet je gewoon Windows hebben. Dat sowieso. Dan kom je niet aan. Nee, maar er zijn denk ik genoeg mensen die, weet je, ja, inderdaad nu met zo'n laptop. Je kan er en nog steeds al je werk productiviteit mee doen. En je hebt iets wat wel weer echt nieuw en fresh is en Windows-based en inderdaad ook gewoon een vette gaming device. Ja, dan was er nog de ROG Strix G17. Dat is dus niet de SCAR. Die is uitgerust met de RTX 3070 in plaats van de 3080. Ook 8 gigabyte GDDR6 geheugen. Zat voor in een laptop. Zeker in combinatie met nogmaals dat Full HD scherm en 300 hertz. De ROG Strix G15, ook een Full HD scherm, 300 hertz, 15 inch. Ook een RTX 3070 zit erin. Allemaal diezelfde AMD Ryzen 9 5900HX processor. En het ding is, ik heb hier ook nog iets speciaals. Ja, ik heb de allereerste gaming laptop hier in Nederland met ingebouwde RTX 3080. En die heb ik hier liggen. Hij is hier net uit de doeken gedaan tijdens deze presentatie. Welke? Jij gaat hem... Nou, dat ga je nu zien. Jij gaat hem nu unboxen. Jij gaat hem bevingeren. En jij gaat... Dat jij gaat klinkt... Het maakt niet uit hoe vaak je het zegt. Dat klinkt zo smerig, bevingeren.
Ik zag trouwens heel eventjes, want dat vind ik ook interessant. Iemand vroeg ook, iemand zei van ja, laptops kan je natuurlijk niet upgraden. Maar iemand vroeg ook, kan je zo'n eGPU upgraden? En ik weet eerlijk gezegd niet of dat bij deze kan. Ik denk deze niet. Dit is gewoon een vaste configuratie, maar nou, met de brutste videokaart. Normaal gesproken kan je die, je kan namelijk gewoon een lege behuizing kopen waar je zelf kiest welke videokaart je erin doet. Oh. Niet laten vallen. Daarom til ik het ook niet op. Zit nog netjes in plastic. Oh, don't fuck this up. Oké. Kan iemand van de regie heel even die ik kan die hem, ik kan deze heel netjes wegzetten. Oh, oké. Okay. Hier, geef hem maar aan mij. Dat, weet je, klap hem weer gewoon in. Dan kan je hem gewoon netjes bij het handvat kan je hem afvoeren. Ja, ik heb hem. Hij mag uit het plastic? Dude. Ja. Ga ermee aan de slag. Want we hebben hier natuurlijk een wereldprimeur. Maar blijf vooral ook even hangen voor de giveaway, jongens. Er komt een hele sicke giveaway. Jij mag niet mee. Nee, toch? Je bent heel stil. Wat zijn je eerste indrukken? Ik was even heel snel aan het checken welke het is. Ik probeer hem even te plaatsen. Maar is dit die G17? Zal ik zelf kijken? Het zal er ongetwijfeld op staan. Het is die Scar. Ja, precies. Ja, ik moet zeggen... Want daardoor begon ik een beetje te twijfelen. Hij valt me reuze mee qua... Hij is niet licht, maar hij valt me reuze mee qua maat. Ik moest even goed kijken van, is het nou wel echt 17? Maar het is niet zo'n enorm bakbeest als dat je gewend bent van die 17-inch fully spec'd laptops. Dus qua, wat ik zeg, weet je, aan het gewicht, dat geeft hem weg. Mm-hmm. Maar de maat... Dat voelde ik ook echt meteen toen ik die doos net oppakte. Ja, nee, dit is niet Intel Integrated Graphics. Nee, dit is de full Monty. En hier zit inderdaad een 3080 in, jongens. En het is inderdaad een 1080p scherm, 300 hertz. Oh, ik heb een wachtwoord voor je dan. Even kijken. Ga je dat gewoon... Ik heb een pin. Ja. Het is 120-121. Bam, daar heb je hem. Je meest brute gaming laptop. Ja, die je op dit moment kan krijgen. Ja, ik vind het nice. Ik hoef namelijk zelf niet zo heel veel erop te hebben, maar dat. Ik ben nog steeds wel heel erg gecharmeerd van dat geperforeerde van die. Want volgens mij staat sowieso op die 13, maar volgens mij was dat hetzelfde bij die. Ik dacht dat ook bij die 14 en die 15. Ja, ik bedoel, 3080. Dit is gewoon. Je bent nu al in je nopjes. Hier zit meer in dan. Ik weet dat Jelle in de chat zit, hè? Ik Jelle, heb 2080 in mijn desktop. Jelle herkent deze blik van Steven. Die zagen we een tijd geleden ook terug bij een bepaalde soundbar. Ja, mooi spul is mooi spul. Nee, het scherm is geen woord aan gelogen. Is slik. En hoe voelt het toetsenbord? Ja, want daar heb ik mijn eigen laptop op uitgekozen. Maar het is... Omdat ik zoveel type... Ik zie ook geen flex, klopt nee, dat? Nee, klopt. Oh, dat, is wel, dat vind ik wel echt heel erg belangrijk. Dat heb je wel vaak bij laptops. Dan heb je de meest badass spec laptop... En dan heb je keyboard flex of zo, weet je wel. En dat voelt voor mij zo goedkoop gelijk. Dit is de Spare Station. Ja, zeker weten. Dit is niet goed voor mijn portemonneeblik. Nee, dat denk ik ook. Ja, ik ben wel benieuwd of er een... er waren twee 17-inch versies. Ja. Klopt dat G17 en de Scar? Of is dat... Dat is de G17 en de Scar. En dit is de Strix Scar. Dus dit is echt... deze was volgens mij iets meer high-end nog dan die G17, toch? Ja, zeker. Ja. Die G17 is uitgerust met de RTX 3070 en 8 gig. Precies. Dit is 3080, 16 gig. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, maar ik weet niet of dat...
nu al gedeeld kan worden in de chat. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de adviesprijs van deze is. Dat zullen ze daar hebben. Want ook deze gaming laptops, alles wat je nu hebt gezien, die gaat volgens mij echt nu al direct na deze show in de pre-order bij verschillende stores zoals Alternate en Azerty, dacht ik. Dus die prijs is 100% bekend. Even kijken of Laptips Junior nog in de chat zit. En zijn deze ook... ja, dus goede prijsschattingen zie ik langskomen. Ja, nee, dat was spannend. Het is, hoe heet de prijzenslag? Ja, jongens, wie er het meest dichtbij zit, die... Die mag hem hebben. Geintje, nee, dat is niet zo natuurlijk, hè. 2000 plus sowieso met 30. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Dit is 4K. Nee. Qua resolutie niet. Oh nee, dit is 1080 met 30 hertz. Ja, sorry, 300 hertz. 30 hertz, dat zou het zijn. Ach, 24 frames per seconde, jongens. Nee, 300 hertz. 300 hertz, Dolby Atmos speakers, 5900 HX, Ryzen 9 CPU en een RTX 3080. Ja, het is een schitterend scherm. Ja, toch. En ik vind, en dat zie ik bij steeds meer gaming laptops, en dat vind ik echt een hele goeie, steeds meer I.O. aan de achterkant. En zeker wanneer ik hem thuis op mijn desk zou willen hebben en daar een battlestation zou maken, al die kabels moeten naar achter wijzen, niet naar de zijkant. Nee. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Is er al een prijs, jongens? Nee, volgens mij nog niet. Is er al een prijs? Zullen we dan maar gewoon alvast die raffle gaan doen? Ja, maar dat is niet voor deze laptop, toch? Nou, dat is voor dit Asus ROG goodie pakket. Oh, je kan toch niet eerst met deze laptop komen en dan iets anders? Dat vond ik leuk. Vond ik leuk. Je werd gemeen, Koos. Nou, een Asus ROG waterflesje. Een Asus ROG gaming pad. Dit is niet een normale pad. Dit is een gaming pad. Zeker 2400 die houdt hertz. Die houdt je hoofd koel. Absoluut. Even kijken, wat is dit? Mechanical sculpture. Voor 14 jaar en ouder. Dus je moet ouder zijn dan 14 om mee te doen aan deze giveaway. Wat is dit? Wat denk jij dat dit is? Dit is een... Ja, het is een envelopje wat erin zit. Maak hem maar open. Ja, jij mag hem openmaken. Nee. Dit is... Is een cadeaucheck van 2500 euro. Ik heb geen idee. Nee, we gaan het niet openmaken. Dit is iets om te Moet Steven ontdekken. Het openmaken? Ja, nee. Dat is toch zonde? Ja, nee, de winnaar die... De chat bepaalt, toch? Ja, je kent de chat. Die hebben gewoon... Ja. Nul wilskracht. Natuurlijk zeggen ze ja. Ja. Nou, je krijgt wat je wil. Oké, nou. Moeten weten wat het is. Ja. Ik een sneak peek wat erin zit. Terwijl Steven dat aan het openmaken is, hebben we hier ook nog WASD, Asus ROG, gaming t-shirt. Dus niet een normaal t-shirt, maar echt een gaming t-shirt. Oh, nu zegt iedereen in één keer nee. Oh, nee, nou, ik heb het zo netjes gedaan dat je het eigenlijk niet ziet. Het zijn enveloppen, jongens. Het zijn allemaal enveloppen? Ja. Dus kan je, als je die bewaart, kan je hier volgend jaar je kerstkaarten mee doen. Er moet ongetwijfeld een idee achter zitten. Ja, ik denk... Het oog kerstig. Daarom, dit ziet er kerstig uit. Ja, 100% waar. Dus volgend jaar met kerst, dan ben je onder de pannen. Nou, ik wou zeggen, dan heb je alvast die... De prijs is bekend, zie ik, €3299. Ja. Voor... Precies, want dit is voor deze as high-end as it gets. En dan heb je die G17 als je een beetje naar beneden wil schalen. Ja. Inderdaad, dat klopt. Kijk, en ik zie hier, maar ik weet niet of dat klopt, maar iemand anders heeft het opgezocht. Die zegt die G15 vanaf 999 en de G17 vanaf 1599. Dus dat is dan ook deze, alleen dan met minder specs. Ja. Als je dat wilt. Inderdaad. Net zoals je nu al je GK Kerst emotes kan claimen. Precies, we zijn er gewoon meer dan op tijd bij. We gaan dit goodie pakket dus weggeven. Niet die laptop, sorry, was een geintje. We gaan dit goodie pakket weggeven. Wat moet je daarvoor doen? En mijn vraag is dan ook aan de regie. Zitten jullie daar klaar voor al? Ja. Ja. Uitroepteken ROG. R-R-O-G. R-O-G. Uitroepteken ROG. Toch? Wat is de vraag?
wat ze moeten doen om dit goodiepakket te winnen. Oh, dat was niet wat ze moesten doen? Jawel, denk het wel. Ze doen het al dus. Oh, dat is hem. Ik was er niet helemaal bij, of wel? Nee, ik ben... ik zat nog naar die... iemand anders die zei ook... dat is wel duur voor geen 4K-scherm. Maar een 4K-scherm versus een 1080p scherm op 300 hertz. En die 300 fps ga je aantikken hoor. Met shooters, zeker op deze level. Met World of Warcraft. En World of Warcraft, natuurlijk. 100%. Ja. En even kijken, doen we om 20:11... kiezen we een winnaar, jongens. Ja, al die lurkers worden ineens wakker. Ja, als we gratis shit weggeven, dan geeft iedereen in één keer thuis. Dat is gewoon zo. Hey, in welke kleur zou jij de laptop nemen? Zwart. Ja? Altijd. Mat zwart. Ik heb ook mat zwart. Alleen zilver is wat minder besmettelijk. Hoe bedoel je? Vette vingers. Ja, true. Ik heb altijd van die soort van wet wipes zijn het. Ja. Daar neem ik het altijd helemaal mee af. Ja, ik ook. Maar op een gegeven moment, weet je, het is niet altijd helemaal spik en span meer. Nee, het is goed om te zien. Nee, ik heb ook wel... kijk, het ding is met zwarte laptops. Kijk, ze worden overal mee naartoe genomen. Dus als ze wat vuil worden, dat zie je iets minder. Maar vingerafdrukken zie je juist meer. En bij zilveren witte laptops is dat weer precies tegenovergestelde. Ja. Elk smetje zie je meteen, maar vingerafdrukken dan weer niet. Dus wat vind je op dat moment belangrijker? Ja, fair enough. En waarom roepen we uitroepteken ROG? Voor de giveaway! Voor de Asus ROG giveaway. En bij zilver zie je ook meer krassen. Dat is wel zo. Dat klopt. En hey, het is 20:11. We gaan een winnaar uitkiezen. Wie heeft er gewonnen, jongens? Laat het mij weten. Wie heeft er gewonnen? Blastfire! Heeft de giveaway gewonnen. De wereld is voor het eerst niet tegen je, Blastfire. Blastfire, die klagen altijd dat de hele wereld tegen hem is. Maar de wereld is niet tegen je. Je hebt gewonnen. Met een hele vette, sikke ROG. Goodie pakket komt zo snel mogelijk jouw kant op. Blast, stuur ons heel even een whisper hier op GameKings. Dan gaat het helemaal goed komen. Kijk, had jij nog iets wat je wilde bespreken, wat je hebt gezien tijdens deze presentatie? Nou, op zich, ze openen natuurlijk met de toetsenborden en de muis. Oh, wacht even. Ik zie bij GK Jelle meer. Wat? Nog twee winnaars. Nog twee winnaars? Klopt dat? Weet je het zeker? Ja, het is absoluut vanuit de officiële hoek dat het werd gezegd. Geen idee. Jelle, laat het van je horen. Hadden we nog meer goodies? Oh, je mag nog twee pakketten trekken. Nou, oké. Kan dat nog? Want iedereen heeft natuurlijk al uitroepteken ROG gedaan. Volgens mij kunnen we gewoon een tweede winnaar selecteren en een derde. Kan die bot dat aan? Als het goed is wel. Kan dat, regie? Ja, hij is er maar bezig. Oké, dat had ik dan even niet gehoord. Maar, wat was jou opgevallen? Nou, het muis- en toetsenbord was er natuurlijk nog. Ja. Wij hebben hier toevallig een muis- en toetsenbord liggen van Asus ROG. Iedereen is daar echt enorm over te spreken. Wireless waren ze allebei? Ja, optioneel. Bij ja. De muis. Er was natuurlijk, maar dat liet ze niet echt zien, de nieuwe telefoons. Was ik toen net naar de wc? Nee, toen zat je denk ik... Ja, misschien, dat kan ook. Of je staat even in je neus te peuteren. Maar hij liet ze niet echt zien in de Citadel. Maar hij zei van, als je zelf downloadt, hier in het hoekje, nieuwe phones natuurlijk. En heel even kort de teaser naar de desktop. Ja, jij vond die case wel mooi. Het is niet... Ik hou echt nu van redelijk clean, maar... Het was een uitgesproken design. Het viel me op dat het een beetje... Want Asus heeft al een case die ze verkopen. Een beetje met die look. Een hele populaire case van Li & Li. Die iets breder is. Daar is ook een ROG editie van. En die drie fans aan die zijkant, die leek die ook te hebben. Maar hij mag.
We kregen de officiële melding dat de tweede getrokken kan worden. Laten we de tweede gamer trekken. Hier, nu. Regie, kom op. Quincy, je kan het. Bas Lilti heeft gewonnen. En laten we gelijk een derde trekken. Gelijk een derde trekken. Op. Wordt er al doorgetrokken? Ja, ik vraag me af. Nee? Oh-oh. Nou, trek even door. Niet? Een random black dude. Representatie is belangrijk. Ja. Dus we hebben ook een random black dude. Nou, die heeft gewonnen. Jij krijgt ook dit hele vette Asus ROG goodie pakket. Zo snel mogelijk opgestuurd. Whisper ons. Bos Lilti, een random black dude. Any black dude. Response en je krijgt deze. en je krijgt dit goodie pakket toegestuurd. Ik wilde trouwens ook nog heel eventjes kort over de monitor hebben. Oh ja. Want er zijn ook een aantal gaming monitoren natuurlijk uit de doeken gedaan. En één ding wat opviel. Het is eigenlijk iets wat ik al vorig jaar had verwacht. Want wat je meestal ziet bij schermen is dat er features komen. En dat die daarna pas gebruikt gaan worden. Yeah. Dat zien we heel vaak. 3D is daar een van de dingen van natuurlijk. HDMI 2.1. Het is er nu eindelijk. Volgens mij staat ze op alle monitoren waren ze nu beschikbaar. Ja. Wel een feature die echt broodnodig was. Want als jij een next-gen console hebt, ja, dan kon je eigenlijk niet een monitor kopen. Dan moest je gewoon echt even wachten of een tv. Ja, ik ben nog steeds bitter dat de PlayStation nog steeds niet ultra-wide ondersteunt. Ja, gaat ook nooit gebeuren. Dat denk ik dus niet. Nee? Nee, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ja, wij verschillen hier van mening. Hè? Jij denkt dat ultra-wide de standaard gaat worden. Ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat het de standaard gaat worden. Maar ik denk niet dat zie het... Ik kan wat nu al terug. Nee. Maar ik denk niet dat het rocket science is om het te ondersteunen. Een nieuwe Xbox ondersteunt het ook. Nee. Misschien duurt het nog... Nieuwe Xbox ondersteunt het niet. Volgens mij wel. Ik dacht dat... Ik heb een nieuwe Xbox en ik heb een ultra-wide monitor. Ja, moet je nog eens even goed checken. Ik dacht dat online... Nee. Want ik zat dus te zoeken en dat was juist iets wat ik las. Van ja, weet je, als de nieuwe Xbox het kan, is er geen reden waarom de PlayStation het niet zou kunnen. Dat ging over 1440p. Ah, maar niet in de ultra-wide. In 2021 ondersteunt de PlayStation 5 nog steeds niet native 1440p, dan moet jij een 1080p signaal sturen naar een 1440p scherm. Dat kan echt niet meer. Nee, nou dan ben ik dubbel teleurgesteld. Ook in de nieuwe Xbox. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, ultra-wide monitoren, ze zijn niet meer... je ziet ze redelijk vaak nu. Dus, dit is de nabeschouwing trouwens. Dit is absoluut de nabeschouwing, maar je ziet ze nu redelijk vaak. Het is ook voor veel PC-gamers al redelijk gemeengoed geworden... Ja. Waarom word je niet ondersteund? Rendertechnisch is er geen goed excuus, want het is een lagere resolutie dan 4K die de console ondersteunt. Dus dat is al niet een goede reden. En ik snap het wel. Kijk, niet iedere UI van een game is geoptimaliseerd ervoor. Nee, maar dat kan je doen. Kom op. Ja. Nee. Ja. Ik bedoel, en al die games draaien ook op PC. Wel in ultra wide. Daar is ook nog wel eens een fix voor nodig, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld mijn geliefde From Software. Ja. Ik heb Sekiro en Dark Souls 3 heb ik zelf moeten aanpassen om ultra wide aan de praat te krijgen. Maar tegenwoordig waar je het nu over hebt, is zeldzamer. Ja. Dan anders. True. Nee, ik hoop dat het ooit gaat gebeuren, want weet je, het voegt zoveel toe. Aan de gameervaring bij heel veel games. Voor racen zou ik het bijna haast essentieel niet noemen. Maar je hebt wel echt een groot voordeel. Het is shooters, leuker. Ja. Zou het daarmee te maken hebben? Parity. Gewoon, weet je. Wij willen ons niet gaan wagen aan... Want ik hoorde al mensen klagen over wanneer er crossplay is tussen verschillende platformen. En bijvoorbeeld wanneer je Series X game speelt tegen een Xbox One. En dat je gewoon meer frames hebt. Ja. Maar dat hebben wij in gaming, PC-gaming landschap altijd al gehad. Ja, maar dat kan iemand met de PlayStation tegen PlayStation ook hebben. Als de een voor performance en de ander voor high fidelity mode gaat. Ja, nee, ik vind het een slap excuus. Maar
Dat is misschien nog het enige excuus wat je dan kan aanhalen. Maar laten we dat alsjeblieft zo gauw mogelijk van tafel vegen. De release van alle spullen is eind van de maand. Pre-orders zijn vanaf vandaag en morgen open. Kijk, bij Mediamarkt, Bol.com, Coolblue, Alternate, Arzetti en de eigen Asus ROG webshop. En ik zag arme Labstip Junior ook een paar keer worden gevraagd waar mensen hun 3080 videokaarten blijven. Maar dit zijn notebooks, mensen. Nee, notebooks. Maar weet je, dit is natuurlijk een beetje een meme aan het worden na de afgelopen paar maanden. Laten we hopen dat... Want niemand kan hier nu nog iets aan doen. Het is gewoon de Nvidia en AMD die gewoon even... Ik las ook dat de yields soms niet zo goed waren. Dus ja. Dat er best wel veel... gewoon simpelweg niet genoeg waren. Van de productielijn. Ik hoop oprecht dat dat, net zoals heel veel dingen uit 2020... iets is wat we achter ons laten. En dat het in de loop van dit jaar... dat als jij een nieuwe videokaart wilt, dat weer gewoon... Maar ik begin hem wel te knijpen, hoor. Ik had al in september besteld. Het is er nog steeds niet. Ik verwacht het niet binnen 2 weken. Nee, ineens wel. Dus weet je, op een gegeven moment begin je wel zoiets te krijgen van... misschien maar wachten op de superedities of whatever. Ja, ik denk persoonlijk... Ik denk dat het rond maart weer misschien een beetje beter gaat worden. Ja, en zoals Labtips Junior heeft gezegd, daar kan hij ook geen antwoord op geven, inderdaad. Andere afdeling, dit zijn notebooks. Nee, joh. Maar Maart, hoezo denk jij Maart? Puur gewoon omdat, weet je, ja. Okay. Nou ja, ik ook wel dat ik dat wel wat vaker online las. Van, weet je, ze zijn natuurlijk druk bezig met opschalen. En dat rond die tijd mogelijk een beetje voelbaar moet gaan zijn. Maar ja, weet je... Een half jaar. Ja, nee. Ja, absoluut. Het is pittig. Maar ik heb ook nog steeds geen PlayStation 5 kunnen vinden. Nee, snap ik. Het helpt ook niet dat crypto on the rise is natuurlijk. Nee, maar die mine je niet met een PlayStation 5, Koos. Niet met een PlayStation 5, wil gewoon, maar wel met de RTX 3080. Ja, dat wel. Maar ik wil een PlayStation 5, jongens. Is toch niet... Het is weird dat je gewoon iets wil kopen en weet je, laat ik het zo zeggen. Grof geld voor moet betalen. En ik ga niet meer dan de winkelprijs betalen. Maar ook voor de mensen thuis, doe dat alsjeblieft niet. Want zodra jij, kijk, en hoe graag je het ook wil, maar zodra jij meer gaat neerleggen voor iets dan de winkelprijs is, dan hou je dit in stand. Juist ditgene wat jij haat, hou je daarmee in stand. Inderdaad, Daan, ik wil Demon's Souls. dat is hem absoluut. En... En voor mij, weet je, ik eerst baalde ik heel erg dat ik een 2080 Super had. Ja. Omdat ik hem had gekocht voor Cyberpunk in januari vorig jaar. En toen werd hij uitgesteld, want hij zou in februari komen. Toen dacht ik van ja, fuck, had ik net zo goed een generatie kunnen wachten. Maar uiteindelijk, weet je, zit ik prima nog dus. En had ik sowieso zoiets van, ik sla deze generatie wel even over. Want ik wil een... nieuwe generatie Nvidia kaart, maar met meer dan 10 gig videogeheugen. Ja, why? Omdat ik iets meer future-proof wil zijn en ik zit al op... Maar ik denk dat het voor future-proof niet uitmaakt. Juist door die hele snelle IO-ontwikkeling met die Windows Direct Storage API ook die er komt. Het maakt niet meer uit, man. Nee, het gaat echt niet meer uitmaken. Als je straks PCI 4.0 hebt... Dat klinkt als iemand met een 3080 met 10 gig videogeheugen. Nee. Dat is echt oprecht zo. Maar misschien klinkt het als Bill Gates die zei in 1984 aan 48 kb... Ga je voor de rest van je leven genoeg hebben. Dat is prima, jongens. Dus natuurlijk. We zoeken altijd wel redelijk de grens op wat dat betreft. Ik wilde nog iets zeggen over die videokaart. Wat wilde ik nou nog zeggen over die videokaart? Dat je liever ook 20 gig videogeheugen had? Nee, echt totaal niet. Ik maak me daar echt nog eens over. Oh, ik wil zeggen, rip, je hebt het goed gedaan. Want rip aan iedereen die vlak voor die RTX 3080 uitkwam... Oh, hun videokaart hadden verkocht. Ja! En dachten, ik ga er wel even eentje halen. En die oude videokaarten, als ik hoor de prijzen waarvoor ze verkocht worden... Er is wel echt een run nog steeds op. Ik weet niet of dat ook door miners komt. En het is niet elke videokaart, ook die vorige generatie videokaart. Maar ik zag zelfs een 1080 Ti die voor iets van 400 piek ging. Iemand uit onze community. Ja.
Ook nog steeds op zich. Het is een mooie videokaart. Ja, maar 400 piek. Dat was een home run, die 1080 Ti. Even in vergelijking. Een 3070 is 500. Ja. Beetje retail recommended price, maar... Nee, ik vind het jammer dat het zo lastig is. Want volgens mij, jij hebt ook die Strix van Asus uitstaan. Die heb ik besteld. Ja, want ik vond die van die 2080... vond ik hem oké, maar niet de mooiste. Maar ze hebben design... Ja, deze vind ik echt de mooiste. Ik vind die 3080. Want luister, mensen, ik heb al een RTX 3080 thuis. Maar ik wil die Asus ROG Strix. Dus ik zit daar nog steeds op te wachten. Maar ik moet het nu nog even met een ander doen. Ja, nee, dat vond ik ook. Daar had ik ook naar zitten kijken. En die is qua design is die super nice. En je weet, ik heb ook een Asus Prime Pro moederbord. Die ken je denk ik wel. Ja. Nou, die past precies bij die ROG Strix GPU, hoor. Ik heb ook gewoon zo'n zwart... ik heb die X470, die Strix Gaming. Ja, prachtige dus, dingen. Dus dat, dat matcht mooi. Cool. En iemand vraagt, maakt het nog heel erg uit welke 3080 je koopt? Weet je, alle grote fabrikanten zijn redelijk goed. Soms zit er eentje tussen die gewoon net even iets verkeerd heeft gedaan. Maar dat van alle grote bekende namen is dat eigenlijk niet meer echt heel erg aan de hand. Nee. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. En de ene is misschien net ietsje stiller. En de andere is misschien een procent krachtiger. Het maakt echt weinig uit. Voor mij persoonlijk, en dat klinkt heel plat, ik durf gerust voor de looks te gaan. Ja, oh ja, zeker. Nee, tuurlijk. Naar de reviews te hebben gekeken en gezien natuurlijk. Hè? Dus niet blind. Maar... Ja. Nee, en iemand zegt, kijk, voor WoW Classic heb je dat natuurlijk allemaal niet nodig. Maar met die 2080 Super op 1344, of 3440 bij 1440... met alles op max RTX met raytracing aan, zit ik alsnog op zo'n 60 frames per seconde. Ja, makkelijk. Easy. Nee, maar in de zin van dus, weet je, ook de nieuwe World of Warcraft is, weet je, het is niet zo licht als mensen denken. Nee, maar dat je met alles op max, dat je, weet je, als ik RTX uitzet, zit ik op 80, 90. Ja. Ja, ik speel dan niet World of Warcraft. Ik denk de grafisch minst zware game die ik speel, dat is nu op dit moment Final Fantasy 14. En dat is ook maximum settings allemaal. En dan haal ik 120 fps. Dat is lekker. Ja, nee, absoluut. Ja, weet je, ik bedoel, 60, tussen de 60 en de 100 voor mij in een MMO, is prima. Ja, al die particle effects, die wil je toch smooth as butter zien. Ja, en wat Koos al zei... we nemen donderdag een nieuwe PC Master Race op. Yep. En ik heb eindelijk mijn nieuwe PC-case gebouwd. En hij bevalt heel erg goed, Daan. Kan je een vlogje maken? Ik ga jou dat ga ik morgen doen. Ik maak yes. Een vlogje voor je. Ik ga niet meer vragen om Vasco een vlog te maken, hoor. Dan krijg je weer een film. Zo. Nou, dat niet alleen, maar ook... Die ging 3 weken uitstellen. Ik dacht, maar gozer, het is gewoon met je telefoon. Ja. Oh ja. Gewoon even 2 minuten. Tegen je telefoon praten. Ja, precies. Hey, ik denk dat we bij het einde zijn aangekomen. Of was het nog iets wat jij wilde bespreken? Nee. Ik, want weet je, het gaat allemaal natuurlijk redelijk rap in zo'n presentatie. Honestly, dat is, weet je, dat volgens mij iedere PC-nerd vindt dat leuk. Maar ik kan heel erg genieten van een goede configurator tool. Ik wil wel heel graag eventjes bij die 13, 14 en 15... inch modellen, eventjes gewoon door die configurator gaan. Even naar de Citadel gaan, man. Ja, nee, dat zal daar denk ik ook wel kunnen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, daarom. En dan kan je zelf even rondlopen en die staf bekijken. Ik zie iemand zo, Koos! Wat? Mogen we niet gaan? Wat bedoel je? Sorry. Aan kom, Koos. En alles komt aan eind, jongens. En ook aan deze. Maar wij gaan gewoon lekker door, want wat we al zeiden, deze week nemen we ook gewoon een nieuwe PC Master Race op. Natuurlijk ook gesponsord door Asus ROG. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En we hopen dan ook dat jullie weer kijken. En ook vanavond bedankt voor het kijken. Steven, bedankt voor het commentaar. Hey Koos, bedankt voor de uitnodiging, man. Gezellig. Ja, nee, doe ik graag. En we checken elkaar de volgende keer, jongens. Later!